FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Succes Volendam. Scheveningen ontsnapt eigenlijk altijd aan een lastige positie aan het einde van het seizoen. Door in de tweede helft van het seizoen goed te presteren. Daar is de ploeg uit de badplaats nu wat later mee begonnen. Het heeft 4 wedstrijden niet verloren, waarvan de laatste 2 gewonnen. Het is zonnig op Houtrust, staat wel een stevig windje. Jong Volendam is de ploeg die op bezoek is. En dit is een poging van Terrell Wouter. Maar gaat naast de goal van Van der Maten. Zware windstoten van invloed uiteraard op deze wedstrijd. Maar Scheveningen, het elftal dat al sinds jaar en dag getraind wordt door John Blok, krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Dit is Koorndijk. Levert in, maar door de inzet van Van Kleef en Immers blijft Scheveningen wel in balbezit. 2 man voor de goal, waaronder Lex Immers, maar die hoeft niks meer te doen. Want daar is het eigen doelpunt. Walid Ait Abdallah is degene die de bal als laatste raakt. En daarmee verrast hij niet alleen Lex Immers, maar met name zijn eigen doelman. Barry Lauwers, kijk maar. Die staat aan de grond genageld. En Scheveningen op een 1-0 voorsprong. De scheepshoorn is te horen op Houtrust. En dat betekent vaak feeststemming. 4 wedstrijden op rij na een gelijkspel tegen Liese. Gingen verloren voor Jong Volendam. Het is een opleiding zelf al, maar het vecht natuurlijk wel voor een positie in deze competitie samen met Jong Sparta. Hier is het eindstation. Sven van der Maten, weer was Wouter daar bij die aanval betrokken. De spits deze middag bij Volendam is Petrovic. Vorig jaar maakte Mike de Niet eigenlijk het verschil. Dat deed hij overigens ook in de eerste wedstrijd van dit seizoen, toen Scheveningen won. Door die enige treffer van de Niet. Hier is Van Kleef. Ja, ook gehaald om wat toe te voegen aan het elftal. Oudspeler van ADO. Maar in deze winterstop gekomen van Jong Sparta. Had deze wel moeten maken. Het had een hoop zekerheid gegeven. Lex Immers heeft dat ook wel eens beter gedaan. En zo stapelt Scheveningen de kansen wel op. Maar maken de mannen van John Blok de goals niet. En wordt het overwicht dat er toch wel zo'n beetje is. Niet naar het scorebord getransporteerd. En dan is dit het antwoord van Volendam. Kijk eens, Terrell Wouter denkt, nou ja, het waait lekker. Ik heb nou eenmaal die pegel in mijn benen. Laat ik het eens proberen als er wat weinig druk op me is. Kijk, hier krijgt hij hem. En dan is er geen strobreed dat hem in de weg wordt gelegd. En zo is het dan 1-1. En daar krijgt Scheveningen toch even een dikke tik om de oren. Het zou de jonge Volendammers hoop kunnen geven. Van Kleef. Hier is de voorzet van Van Koesveld. Ja, doelman twijfelt daar een beetje. Lex Immers schiet de bal uiteindelijk in het zijnet. Scheveningen lijkt zich wat te herpakken. Volendam natuurlijk elke week met een ander elftal. Ook dat is niet makkelijk om te presteren. Hier Petrovic, balvaste spits. Weet dat er mensen mee zijn, waaronder deze Peen, die invaller is. Maar heel ver uit de goal en dan moet hij voor Van der Maten zijn. En dat is hij ook. Van der Maten dan wel als een kogel terug. Als deze kogel van Wouter uiteindelijk naast de goal gaat. Het gebeurt natuurlijk wel vaker. Volendam is een frivol spelende ploeg. Technisch gezien ontbreekt het eigenlijk aan niks. Soms wat kwaliteit. En kijk eens, dat doet hij anders. Nooit, zal de familie Koorndijk thuis zeggen. Nou, nu doet hij het wel. Totaal een doelpunt of 5 gemaakt in zijn hele carrière. Het is dus een exclusief moment waar we naar kijken. Maar als het zo belangrijk is, ja, dan is het natuurlijk extra lekker om te scoren als verdediger. Mooie goal van Ruben Koorndijk. Dit is Mike de Niet. Inmiddels ingevallen voor Peters. Die niet zoals vorig jaar, toen Scheveningen deze wedstrijd ook won. Toen door 2 doelpunten van Peters. Dit jaar komt hij dus niet tot scoren. Hier is de Niet. Hier is de Niet. Maar goed opgelet door Lauwers. En zij krijgen het idee dat 9 uit 3 mogelijk is op Houtrust. Dit is ongelukkig. 2 man zelf. Gomez Nieto en Mitchell de Vlucht. De scheidsrechter kijkt ernaar en denkt, ik vind het ongelukkig genoeg zo. We stoppen ermee. Scheveningen wint voor de 3e keer op rij.